Op donderdag 17 december werd in Museum Klok en Peel in Asten de tentoonstelling De Wereld van Jef Routiers rondom de Tuin der Lusten geopend. Jef Routiers was een Belgische bayardier, onderwijzer, kunstschilder, componist en auteur. De 30ste verjaardag van zijn overlijden en de recente verwerving door Museum Klok en Peel van zijn minutieus geschilderde replica van de Tuin der Lusten vormen de aanleiding voor een tentoonstelling over deze veelzijdige kunstenaar. Vandaag of zo net is de tentoonstelling geopend van De Wereld van Jef Routiers. En u noemde in uw openingswoord een prestatie van formaat. Ja, dat is het ook. Als je kijkt wat voor een tentoonstelling er nu hier is gerealiseerd met Tuin der Lusten. Dat prachtstuk wat in het Prado hangt. En dat omgeven door 12 andere schilderijen. En dat die tentoonstelling helemaal gerealiseerd is door enorme inspanning van vrijwilligers. En nog de afsluiting en omgeven door een catalogus van 60 pagina's in full color. Dan mag je inderdaad met recht spreken van een prestatie van formaat. En in een recordtempo heb ik gehoord. Ja, het is allemaal. Het hele feest is pas op gang gekomen. Net na de vakantie, dus dat begon in september. Dan moet er een script, een verhaal geschreven worden. Hoe die tentoonstelling moet komen uitzien. Dan zijn het alleen maar gedachten dat je weet waar de schilderijen ergens zijn. En uiteindelijk is pas vorige week, maandag en dinsdag, zijn de schilderijen pas hier naartoe gekomen. Dus er zijn onze eigen mensen zijn daarvoor een paar keer naar België geweest. Het schilderij vanuit de Verenigde Staten, want Tuin der Lusten, dat is overgevlogen vanuit Californië. Het schilderij wat je hier ziet, dat is vorige week overgevlogen vanuit Californië. Dus dat zijn toch hele spannende dingen, dat wij als klein museum dat gewoon zelf gedaan hebben. We hebben dus niemand bij gebruikt. We hebben het daar laten inpakken. We hebben de transportkosten overgemaakt. En zo kwam dat hier in de kist binnen. Zoals je een DL-postpakketje krijgt, kreeg ik een telefoontje. Harry, er is een groot pakket voor je aangekomen. En dat bleek dan weer een grote schilderij te zijn. Heel bijzonder. Ja, ik ben daar natuurlijk geweldig trots op. Maar als ik zie wat de mensen die straks ook genoemd werden, dat projectteam, wat eraan gewerkt heeft. Ik wil niet zeggen dag en nacht, maar wel heel veel lange dagen achter elkaar, zonder onderbreken, met de weekenden erbij. En datzelfde geldt voor de catalogus. Een catalogus in 10 dagen tijd produceren, van 60 pagina's full color. En wat toch, als je het nu ziet, van heel hoge kwaliteit is, dan zijn wij toch opnieuw boven onszelf uitgestegen, vind ik. En nog meer ambities? Nou, de ambities, nog meer. Ik bedoel, we hebben een heel grote ambitie om uiteindelijk dit museum naar een hoger plan te brengen. Door met name klok en bijaard te verbinden met andere instrumenten, met andere kunst. Alles wat verbindt, dat hoort tegenwoordig bij een museum. En we hebben een aantal belangrijke stappen gezet. Dit is een hele grote stap, omdat het verbindt met België. Het is het verhaal van de Lage Landen. De verbindenis met Mechelen. De verbindenis met alles wat met Brabant en Jeroen Bos te maken heeft. Dus, en met een bos. Er komt nu een golf van publiciteit waar we op gaan inhaken. We zijn daar natuurlijk wat laat mee. Andere mensen hebben al 2-3 jaar gewerkt aan hun plannen. En wij hebben, we hadden 3 maanden geleden een plan en nu staat er een tentoonstelling. Dus we hebben een inhaalslag te maken, maar de verrassing is des te groter, denk ik. Gedeputeerde van onder andere cultuur in Den Bosch. U hebt net een replica geopend van de Tuin der Lusten. Wat vindt u ervan? Ja, bijzonder, omdat we volgend jaar hebben we wel het Jeroen Bosjaar in Brabant. En met name Den Bosch natuurlijk. Maar de Tuin der Lusten is nu net de repliek die ontbreekt in dit geheel. Het Prado heeft, en dat is misschien ook wel begrijpelijk omdat dat daar het topstuk is, niet toegestaan om dat voor deze periode naar Den Bosch terug te halen. Dus Asten heeft wel een primeur met weliswaar een replica, maar toch in ieder geval de Tuin der Lusten. Je kunt hem hier zien, dus bijzonder. Ja. In Den Bosch hangt geen replica? Daar hangt ook geen replica. Nee, daar ontbreekt de Tuin der Lusten en ook een replica wat dat betreft. Je zou hem nog in het Jeroen Bosch Art Center, daar hangt er ook eentje, maar die heeft dan weer niet, durf ik wel te beweren, de kwaliteit van deze replica. Want hier is met heel veel zorg en met hele mooie details gewerkt aan die replica's. Ja. Nou, we zitten in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Dat is ook nou de tentoonstelling van 500 jaar Jeroen Bosch. Ja. Verwijst u nou ook naar Asten? Ik heb begrepen ook net van jullie voorzitter hier, dat dit is eigenlijk allemaal zo snel tot stand gekomen dat dat eigenlijk niet in de onderlinge afstemming aan de voorkant gebeurd is.
Maar het is natuurlijk van belang om het nu aan de achterkant weer met elkaar te verbinden. Want het zou toch mooi zijn als mensen die de Jeroen Bosch tentoonstelling in Den Bosch hebben bezocht en toch zoeken naar een kwalitatief goede replica van die Tuin der Lusten, dat ze weten dat ze hier in Asten terecht kunnen. Dus het lijkt me dat we dat op zijn minst aan elkaar moeten gaan vertellen. En dat mensen die hier komen naar Den Bosch gaan en mensen die Den Bosch ook in Asten zullen bezoeken. Meneer Rommout, u zei straks bij de opening vooral kijken vandaag en nog langer. Inderdaad, deze tentoonstelling is een feest voor het oog. Het is werk van Jeff Rotiers. En er hangen enkele bijzonder aantrekkelijke schilderijen. Twee schilderijen met tientallen spreekwoorden. Dus het is een ontdekkingstocht om te weten welk spreekwoord staat daar en zo verder. De replica van de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch is ook zo'n prachtig kijkstuk waar je niet op uitgekeken geraakt. Dus daarom zeg ik, dit is een lust voor het kijken. U zei ook, ik heb hem niet gekend en toch ken ik hem. Wie was Jeff Rotiers? Jeff Rotiers was een bijaardier uit Mechelen, die gans zijn leven ook in Mechelen gewoond heeft. Maar naast het bijaard spelen en het componeren van bijaard muziek, was hij ook picturaal actief. Dus hij was in zijn vrije tijd een zeer productief kunstschilder. En het resultaat kan u hier zien. Hij was ook literair actief. Hij heeft een belangrijk boek geschreven in de jaren 50, Bijaarden in België. Dus hij was werkelijk van alle markten thuis. En je kan hem eigenlijk beschouwen als een renaissance mens die, laten we zeggen, uitblinkt in veelzijdigheid en die het allemaal zeer welsprekend vindt en die ook in al die domeinen een bijzonder hoog niveau heeft bereikt. Een veelzijdig kunstenaar. In elk geval. En ik vind het fantastisch dat we die veelzijdigheid ook vandaag in Asten kunnen tonen. De tentoonstelling is vooral gericht op zijn schilderijen. Maar ook zijn andere activiteiten, zijn bergmuziek, zijn literaire activiteiten komen hier ook mooi tot in uiting. En dat bewijst ook dat ook in de wereld van verregaande specialisatie van vandaag er toch nog figuren bestaan die erin lukken om domeinen te overschrijden en om in de meest diverse domeinen en sectoren een prominente rol te spelen. Meneer Siefer, schepen in Mechelen. Jeff Rotiers is geboren in Mechelen en een van zijn belangrijkste kunstwerken hangt hier nu in Asten. Wat vindt u daarvan? Ik vind het fantastisch dat wij als kunststad uit Vlaanderen kunnen meewerken aan een prachtige tentoonstelling zoals deze. En wij hebben dus inderdaad de volksliederen dat in de Mechelse bijaardschool hangt, hebben wij dus tijdelijk uitgeleend voor deze tentoonstelling. En wat is tijdelijk? Tijdelijk, dat gaat over enkele maanden, dus zolang de tentoonstelling hier in Asten loopt. Maar de samenwerking tussen Asten en Mechelen, die loopt goed? Die loopt fantastisch goed. De contacten zijn al jaren heel erg goed. Het is ook zo dat wij een mobiele bijaard hebben besteld in Mechelen, gaan aankopen. En dat doen wij hier met de firma de Koninklijke IJsbouts uit Asten. En die samenwerking die verloopt perfect. What was the decision for giving the painting to the museum? I felt it should be in this area for the Bosch year. And it was this is the place to have it. Because of Jeff Rotiers being a Bayardier. And it just belongs here. Maar u hebt zien nu het schilderij weer terug sinds lange tijd. Wat vindt u ervan? Ik zie het emotioneel. Het doet het mij hier iets. Maar ik ben gelukkig dat het terug. Dat het hier in Nederland is, in de roots van meneer van Jeroen Bosch. En dat bij kunstlievende mensen is. U hebt het ook lang niet gezien? Het is te zeggen, ik heb verschillende keren in Amerika geweest. Waar, bij mijn vriendin, waar dat hing. En daar was het ook goed. Maar ik ben blij dat het hier gekomen is.